ergens in Limburg ligt een stad die eertijds in vrijheid vol blijheid het nijvere centrum was van het noordelijke Maasdal. Venlo, dat onder het satanisch geweld van twee wereldfronten verstarde tot een puinhoop. De stad waardoor de veldslag van de laatste oorlog zijn weg baande heen en terug om haar achter te laten, gebrandschapt en verminkt als een bloedend litteken in een eerbiedwaardig gelaat. Geboren in 14 mei 1944. Dat was de moederdag, tweede dag, noorderverjaardag van mijn moeder. Dus ik was een moederdag cadeautje plus nog een verlaat verjaardags cadeautje. Mijn eerste herinnering is dat de brug sprong. En toen zag mijn vader zitten, Nozin de Pruisseder. En toen gingen we allemaal de kelder in, want toen hoorde ze dat in het schieten eigenlijk. Want we woonden op de Steinstrand en dat is tamelijk vlot bij de brug. En zodoende eigenlijk zag ze, kom maar, dan moeten we allemaal de kelder in. En op een gegeven moment gewoon, toen hoorden we, en dat zogen we door het kelder gaat, dat de Pruisen... Dan zoeken we alleen maar de been en de laarzen. Dat je kniers van die laarzen. En dan zoeken we die zo de Steinstraat opkomen. En gewoon op de markt aankomen. Ja, en er zit gewoon versteind te kijken. Want ja, de wet niet wat er gebeurt. Wie ik 17 was... Een goede vaderlander, ik moest wat gaan doen. Ik heb me gauw opgegeven voor de luchtbescherming. Het was toen de tijd dat die groene politie dat die razzia's hield. Want we moesten allemaal naar Duitsland gaan werken eigenlijk, hè? Als ze 17 of 18 waren. En dat betekende... Op die dag dat dat aan de hand was, dat razzia geduld, dat ze zich moest verbergen. Op de zolder, onder het bed, in de kleierkast. Een plaats, waar was ze een plaats gehad? En de dag van het eerste bombardement, toen zoet ik met een paar neefjes van mij. Als ik zeg toen en Karel, dan wist ik wel wie dat was. Zoeten we op de zolder bij Kobo. En daar hadden we ons dus verborgen in een kleierkast die geen achterwand had. Maar terwijl wij dus daarboven zaten, voorzichtig door de gordijntjes daaronder gekeken, want tegenover op de stoep stonden Rens en zo'n Duitse, wie noemde dat, overvalwagen. Dus we moesten ons niet laten zien, de raam toehaalden. Want anders kwamen ze, zogen ze misschien er ook voor een sigaret aan de boek te komen. Maar op een gegeven ogenblik was er wel flink herrie in de lucht van vliegtuigen. Was Venlo niet meer. Op de bewuste dag was er luchtalarm. En ik heb later gehoord van meneer Lamers dat mijn broerke Frans, die was er voor de deur, die waren ze op de Bijkstraat was aan het spelen. En die wordt naar huis gestuurd omdat er dus luchtalarm was. Dus mijn moeder had toen mijn vier broertjes en twee zusjes door de kelder alvast gestuurd en ik was een baby van 5,5 toen.
En die, ze was weg boven een holen op de weg om ook naar de kelder te komen. En toen viel er dus door het trappenhuis is er een bom naar binnen gevallen. En die is de boel ontploft. En die kinderen dus in de kelder, die waren dus op slaag dood. En mijn moeder, die loog met mij op de puin, in de ermloek. Tenminste, ik heb dat later van buren gehuurd, die hebben dat gezien. Dat mijn moeder met mij in de erm op de puin loog. Toen hebben we ook bij ons in de kelder gezeten. Maar in die tijd hadden we al de kelders allemaal doorgebroken van de hele Steinstraat en ene kant. Jullie waren er nooit bang in, omdat mijn vader altijd zei, hé, gebeurt dus niks. Nou, en toen kwam het eerste bombardement. Ze wist ook helemaal niet wat het was. En dan hoorde ze dat fluiten en dan een keer een geweldige schreeuw. Ja, toen werd het voorbij en toen dacht ze, nou, is het dit? Hebben we het gehad? Want dat wisten ze dan niet. Maar dan ging het alarm weer dat het veilig was. Nou, en dan ging ze zelf de straat op kieken. En toen zoeken we op de parade. Nou, er was alles in puin. Het Rembrandt Theater en ja, er waren een schoenwinkel. Dat ook allemaal over de straat. En ja, vrienden van ons als de familiepaar. Dat waren allemaal in puin. En toen dacht ze, zullen die mensen er allemaal onder liggen? Of... En die kwamen op Stoevregen. Dus die kwamen van uit het oosten, ja. Als je die beuk van Venlo leert, dat die mijnen allemaal dat die uit het westen kwamen. Ja, uiteindelijk, van het vliegveld, ja. En het laatste rondje, daar vroegen die... Precies over de Jan de Verwerstraat. Ik kon dus zien dat het vliegtuig de kleppen openmaakte en dat er bommen uitvielen. En toen heb ik heel hard geschreven dat de rest van het huis, naar de kelder, luchtvuur. Twee zoten in de kelder. We hebben geen knallen gehuurd. En we hebben wel gevuld. En de trillingen, dat er wat, nou dat klopte, want de dichtstbij zijn de bommen, dat was tegenover de Loohofstraat. Nou, dat is misschien 30 meter door vandaan. Dan zien we dus het eerste huis wat ik ooit gezien heb, waar de puinhoop geworden was. Er is een bom ingeslagen, dat huis weg en de mensen die erin woonden ook alle zes weg. Dat zijn ook de eerste doeien geweest die ik gezien heb. ik had maar één doend lichaam gezien tot dan toe. Dat was wie mijn oma gestorven was. Maar mensen die er nog half logen en was doend, bloot, geschreef, gejank, ja. Ja, de straat die bestond, de straat was er niet meer. Wie ik boete kwam, wat is hij dan? Ja, want hier de straat was weg. Dat was op de bewuste 28e oktober. Dus toen waren er Engelsen die bombardeerden. Die probeerden in Venlo de brak te raken. Maar die hadden het probleem. Dat ze dus de Duitse vlak, dat is het afweergeschut, moesten ontwijken. Dus die losten die bommen. En die bommen die vielen allemaal overal in Venlo en in Blerik, behalve op die brak. Mijn moeder die had toen het ganse onderlief verbrijzeld. En ik had de bovenbeenkust van een baby had ik gebroken. En toen werden we in het ziekenhuis opgenomen. En mijn moeder die had dat nog twee dagen. Die is de twee dagen later is hij overleden. Dus de slachtoffers worden geselecteerd. En ik was aanvankelijk geselecteerd voor de kinderen die, of de persoon die het eigenlijk toch niet zullen redden. Mijn vader, die kwam dus mij toch opzoeken. Ja, uiteraard zijn vrouw nog. Ze heeft trouwens nooit geweten dat die zes kinderen dus allemaal dood waren. Dat hebben ze niet verteld.
Wij stonden daar allemaal boeten, net boeten de stad. En toen zag meneer Van Lok van Kiegelscha Venlo brand. En er waren einde gloed, die ganse stad. Tot aan de grote kerk is alleen een top van brand gebrand. En toen kwam weer een bombardement. En door is meneer Dings met inzien door de DWSB bescherming bevolking. En meneer Van Lok van ook. En die, ja, die waarschuwde ons ook altijd. Er gingen de lamen, maar van een tijd had hij mijn vader al gewaarschuwd, ze komen weer. En toen was dat eindpuin. Want toen hoorden ze dat, niet meer fluiten van die bommen, maar toen hoorden ze dat ze toen bang, echt bang was. Ja, en doordat ze die kindjes koos, toen kwam steeds meer, kreeg ze eigenlijk ja, het idee wat oorlog echt is. Ja, we waren altijd met veer vrienden. En na het bombardement was Jan doet, was Hugo doet. En hij had Jo een scherf in de kop gekregen en een eenzijdig verlamd. Dat de afgelopen paar weken, zal ik maar zeggen, wie dat allemaal weer verteld wordt, rondverteld wordt, ja, dat was heel raar. Dan ging ze naar bed, viel ze in het slaap en dan ineens wordt er op de deur gehouden. Ja, dat was onzin. Maar dan was er een razzia in de gang. Ja. Ja, dat moet verschrikkelijke indruk op ons gemaakt hebben allemaal toen. Maar, ja. Nee, ik heb die Engels dat niet verweten. Hè. Ik heb me te vroeger ook nooit gerealiseerd. Of, ja, ik dacht, dat is het gevolg van de oorlog. Die brak die mos weg. En daar zijn wij slachtoffer van geworden. En mensen vroegen ook wel eens van, heb ze dan een hekel aan Duitsers? Ja, en nazi's wel natuurlijk. Maar ik ben zelf een kwart Duitser. Mijn oma was een Duitser. Dus in dat grensgebied. We zijn niet gewend continu met Duitsers en te gaan en zoiets. Wie daar een alleen quote op Duitsland, dat Theo's aanviel. En dat wordt toch ook veel geïndoctrineerd, zal ik maar zeggen. Door die elders, die zaten die rotte Pruisen. Nee, dat kan ze niet, dat kan ze niet verbieden. Hè. Ik heb trouwens aan zo'n vlieger. En die heb ik gevraagd, wie kan dat je de brug 13 keer aanvalt en die het einde keer fatsoenlijk raakt? Toen heeft hij me dat uitgelacht. Zo in de zand, boeten op straat, zo in linkjes getrokken. En zei, dat is de river, ja. En door twee zwevelkens overheen gelachen. En dat aan de bridges, zegt hij. Nou, en dan zit zich daarboven op 1,5 kilometer hoog. Met een snelheid van 1400 kilometer per uur. En dan moest ik die bommen precies op die zwevelkens gooien. Nou, wat zo uitzag, hij heeft steeds een steinken in de hand. En dan moest ik door de schoen lopen en dan moest ik het steinken eens op die bruggen gooien. Ja, dat ga je niet. Ik vind het ook belangrijk om dat verhaal te vertellen. Dat het vroeger vond ik altijd van, we hebben het er al een jaar vergeten. Maar tegenwoordig denk ik van, dat verhaal dat wordt verteld blijven. Nou, ik kan het gaan niet achter me gloten. Daar ben ik toch nog altijd mee bezig. Want als ik nou naar de Oekraïne, dan kan ik niet altijd kijken. Want gisteren waren er ook zo verschrikkelijk veel bombardementen. En dan denk ik, oh god, dat hebben we ook gehad. Dat hebben we ook gehad. Nou, ik vind dat een oorlogsstijl, laat ik het zo zeggen, die 5 jaar, die moeten ze nooit vergeten, in godsnaam. En als ik dat nou zie door de Oekraïne met de Poetin, maak er zo gauw mogelijk een einde aan. Want hier in Europa hebben ze dat toen de tijd ook niet al te ernstig opgevat. Ik wil niet zeggen verwaarloosd, maar... Den Hitler, die is net zo
zo amateuristisch bezig geweest in het begin als de Poetin. Venlo, mijn oud, bleumke zoet puin, kon weer bloeien, het trouwe hert weer groeien. In ons oude stad, Venlo, mijn oud, die kinder die hebben getreurd. Doch zink weer, o stad van plezier, het lijden is gauw verkleurd.